Het tweede museum dat door de vakjury is uitgekozen is het Kinderboekenmuseum, onderdeel van het Letterkundig Museum in Den Haag. Het Kinderboekenmuseum laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de Nederlandse jeugdliteratuur. Time's up, gotta move on. No way, I won't wait another day. Overal in het museum kun je avontuurlijke zoektochten maken langs schrijvers, tekenaars, verhaalfiguren. Van wie waren de oogjes in het donkere bos? Weet jij het? Ja, van de uilen. Dit deel van het museum heet... Papyria! En hier trekken de jonge bezoekers ten strijde tegen de grote vijand van het kinderboek, inktvraat. Letters, woorden, weg! Hele zinnen, vreet die op. Lijnen, kleuren, niets is veilig. Kijk uit, daar is... inktvraat. Dit is je slurper? Ja. En wat moet je dan doen? Daar kan je heel veel spelletjes mee doen. Ja? En dan kan je je inktvraat ook mee verslaan een beetje, door meer woorden te maken. En al die figuurtjes en woorden, die kunnen allemaal weer met elkaar inktvraat verslaan. Ja. Zo zit dat. De jury is onder de indruk van de combinatie van vorm en inhoud. Het museum is een lust voor het oog. En ze roemen het museum om de manier waarop kinderen worden betrokken bij lezen. Zelfs als ze niet zo van lezen houden. Ha, een lekker bakje koffie. Nee joh, het is bloedstamperijn. Oh. En opnieuw een museum dat terecht genomineerd is voor de Museumprijs 2012. Zal ik je nou eens even alles gaan voorlezen dan?